Sommige locaties in Den Haag zijn het begin geweest van beroemde misdaden. Op de een of andere manier hebben Cor van Hout en Willem Holleder en die andere jongens begrepen, gehoord, dat er hier in Den Haag op die plek wapens, ammunitie lag. Thomas Ros en Fred Zuiderwijk duiken woensdag het spionageverleden in van Den Haag. Met die wapens hebben zij zeg maar overvallen gepleegd om de ontvoering op Heineken te financieren. En met die overvallen, dus op kleine bankjes, financierden ze hun plannen om Heineken te ontvoeren. James Bond in Den Haag, woensdag vanaf 6 uur en elk uur in herhaling, alleen op TV West.